leefden twee naties. Maar alles veranderde toen de... Wat? Toch? Toen Davio met zijn blauwe ogen aanviel. Nog niet eens op het feestje. Okay. Zat jij nog met twee vingers in je neus. En toen zag je hem met haar beste vriendin. Ja. Op de motor. Ik was op de motor. Was een scooter toch? Was het een scooter? Was een scooter. Nee, was een motorscooter. Was een scooter. Oké, jongens, hoe noem je dat? Hij was dus gevallen. Nee, en luister, hij kwam luister, binnen waarom? En ik... Lamed, jij zou toch door mij heen springen, ja, niet ik door jou. Ja. En toen kwam Vonneke naar me toe, hè. Ja. Oh, heb je bloed? Het was echt zo'n schrammetje, jongens. Oh, pak verband. Ja, we vonden elkaar natuurlijk al leuk en we hadden natuurlijk al een paar vieze dingetjes met elkaar gedaan. Ook iets superleuks kunnen opnemen, want soms zijn we een beetje inspiratieloos dus. Mijn ass is best wel hard. Ik verdien trofee. Ik kan hem zoeken naar de grond. Word ik dan jouw bee? Hallo guys. Hallo guys, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video en dit is onze eerste storytime. Ja, storytime, storytime. Jullie hebben heel vaak gevraagd en we krijgen de vraag eigenlijk sowieso dagelijks. Jij krijgt de vraag, ik niet. Jij wel. Nee, jij krijgt de vraag. Oh, niemand vraagt van, oh, hoe heb je voor een kont ontmoet? Nee. Eerlijk, die vraag krijgen we best wel vaak, toch? Jij krijgt die vraag. Ja, we krijgen de vraag best wel vaak. Alleen wat ik heel grappig vind is dat mijn versie van het verhaal altijd anders is dan jouw verhaal. Ja, als jij het nu vertelt. Ja. En mijn verhaal komt daarna. Het zijn gewoon... Twee verschillende verhalen. Oké, ik weet wat. Ik vertel het verhaal en als jij het er niet mee eens bent, dan spring je erin. Nee, of ik vertel het verhaal en als jij het niet mee eens bent, spring jij er tussenin. Ja, maar dan kan ik het elke keer doen, dan ben ik heel dag doorheen. Oké, jij mag het verhaal leiden. Nou, alleen je lang geleden, uit. Lang geleden leefden twee naties, maar alles veranderde toen de... Wat? Toch? Toen Davio met zijn blauwe ogen aanviel. Nou, waar begon het allemaal? Het was een regenachtige dag, om een uurtje of 8:30. Ja. Het begon in de schuur. Nee, dat klinkt echt heel smerig. In de schuur? Nee, laat me het zo zeggen. Ik was dus met een vriend in de schuur. Oh, jij. Het was een regenachtige dag. Ik had vieze kleren aan. Ik leek op een zwerver. En mij werd gevraagd of ik mee wou gaan naar een familiefeestje. En het was niet de bedoeling dat ik mij ging omkleden. Het was niet erg om in snelle kleren naar het feestje te gaan. En met snelle kleren bedoel ik gewoon, je pakt snel wat uit je kast en je loopt naar buiten. Omdat je toch niet langer dan 10 minuten buiten blijft. Dus trek je wat snels aan. En ik was bij een vriendin en hun waren zeg maar familie. Nee, jij vertelt niet leuk. Ik vertel het leuker. Oké. Want jij bent nu alweer 10 stappen verder. Nee, ik zeg gewoon, ik was met mijn vriendin mee. Nee, op dat moment, bij mijn verhaal was jij nog met je make-up bezig. Oké. Was jij nog niet eens op het feestje. Okay. Zat jij nog met twee vingers in je neus. Dus ik zat in de schuur bij mij thuis in Almere. En toen werd ik dus meegevraagd naar het feestje om even snel te gaan eten en om vervolgens weer naar huis te gaan. Maar alles veranderde toen dit kleine influencertje Vonneke Bonneke op het feestje stond. En toen zag je met haar beste vriendin. Ja. Toch? Die jij ook wel zag zitten. En toen moest ik kiezen. Was het links of was het rechts? Oké, nu mag ik mijn kant van het lief vertellen. Ine, mine, mutter, gutter. Ik wil jou. Oh? En toen kwam jij. Oké, nu mag ik... Toen ben ik met jou geëindigd. Nee. Oké, nu ga ik mijn kant van het verhaal vertellen. Nou, ik was dus met mijn beste vriendin en Davio kwam later aan en hij was, hij was op de scooter en hij was gevallen. Op de motor. Ik was op de motor. Was een scooter toch? Was het een scooter? Was een scooter. Nee, was een motorscooter. Was een scooter. Nee, was een zware motorscooter. Het was een scooter, jongens. Het was een en Davio was gevallen. Zie je, ze maakt het verhaal niet interessant. Het was een zware motorscooter. Nee. Hij is gewoon interessant aan het doen. Nou, hij was gevallen van de scooter, motor. En hij had bloed bij zijn hand. En Davio kwam binnen. Nee, maar binnen jij vertelt het niet leuk. Want nu het klinkt niet leuk. Mensen kunnen niet lachen door hoe jij het vertelt. Nee, maar ik vertel je toch gewoon mijn verhaal. Je bent geen comediant. Je bent geen comediant. Comediant? Je bent geen... Hij was dus gevallen. Nee, en luister, hij kwam luister, binnen waarom? En ik... Lamed, jij zou toch door mij heen springen, niet ik door jou? Ja, maar ik ben niet op mijn kant. Luister, nee, ik mag nu ook mijn kant vertellen. Jongens,
Ik ga jullie nee, je kan de camera niet zomaar draaien. Oké, okay, mag ik even... Okay, ik ga buiten wachten. Ja, nee, ik wil een klein stukje vertellen van mijn kant van het verhaal. Oké, okay, doe maar. Luister. Oké, okay, dus Davio was gevallen. En maar je mag... Nee, binnenkwam... want mensen... Kijk hoe je vertelt. Hij kwam op het feestje en toen was hij op de motor als hij gevallen. De mensen denken, hoe... Nee, je kwam aan bij dat feest en toen was je gevallen van de scooter. Nee, zo ging het niet. Voordat je aankwam. Nee, nee, zo ging het helemaal niet. Oh. Nee, we kwamen eerst binnen op het feestje. Toen zagen we Vonneke en haar vriendin. Dus Vonneke was toen met haar beste vriendin. Ex-beste vriendin. En toen zei ik tegen die vriend van mij van, wow, iedereen komt in jurken, iedereen ziet er mooi uit, netjes aangekleed. Ik kan niet zo met deze outfit op het feestje zijn. Dus toen zei hij van, oké, wat wil je thuis even omkleden? Dus, dat was toch bij mij in de buurt. Vervolgens gingen wij naar buiten en het hele feestje stond beneden bij de ingang voor de deur te chillen. En vervolgens stappen wij op de scooter, motorscooter. En wat gebeurt er? Die vriend van mij was al een beetje dronken, stapt op de scooter. En wij vallen daar voor de deur. En wij zijn nog geen meter verder. En wij vallen letterlijk, bam. Scooter op mijn hand. Hand onder het bloed. Nou, ik loop naar binnen daar met een bebloede hand. Iedereen heeft me uitgelachen. En toen kwam Vonneke naar me toe, hè. Ja. Oh, heb je bloed? Het was echt zo'n schrammetje, jongens. Oh, pak verband. Iemand? Nee, ik zei een servetjes in mijn auto. Toen had ik je gelokt naar de auto. Oh, maar dat doe je vaker dus? Nee. Normale dat mensen vallen... Wel. Het was wel echt opvallend dat je zei, kom maar naar mijn auto. Ja, maar toen jij binnenkwam, zei ik nog heb tegen... Heb je veel servetjes in je auto? Nee. Dus ik heb, die, ja, die rol, of... die, maar die is van jou. Maar die doe je vaker dus? Die nee, rol. Want normale mensen vallen niet gelijk van de motorscooter. Maar misschien is dat een truc van je. Als je iemand op straat ziet, dat je zegt, hey, nee, ik heb een servetje voor jou, kom maar. Maar oké, ik wist nog dat, dat ik dus tegen mijn vriendin zei van, wow, hij is echt knap toen je binnenkwam. Maar toen stond je gewoon achter me. Daar moet je kijken. Ja, en toen stond hij gewoon achter me. En toen dacht ik echt van, oh, dit is echt zo awkward. Maar jij bent ook heel erg doof. Volgens mij besefte je niet dat ik over je aan het praten was. Nou, wat gebeurde er toen? Nou. Is dat mijn water? Ja. Vervolgens, wat mag geen water of zo? Nee. Je bent zo gierig. Vervolgens, vroeg ik aan Vonneke. En nee, eigenlijk niet alleen aan jou, gewoon aan de groep van, wat gaan jullie doen vandaag? Of wat gaan jullie nog verder doen in de avond? Waar Vonneke aangaf dat ze naar een feestje zou gaan, maar niet wist of ze nog wel gaan. Omdat ze natuurlijk was afgeleid door deze blauwe kijkers. Ja. Toch? En wie heeft de eerste stap gezet? Nou, eigenlijk heb ik de eerste stap gezet. Ja? Ja, want ik heb aan jou gevraagd wat je die avond ging doen. Oh, was dus dat... Dus ik toonde als eerst interesse. Oké, okay, ja, dat klopt. En ik zei dat ze er goed uitzag. Ja, maar nee. Jawel. Echt? Weet je dat niet meer? Ik weet wel dat zie je tegen zulke jou dingen zei... vergeet, ja. Dat bedoel ik. Vrouwen vergeten alleen de goede dingen en de slechte dingen onthouden ze altijd. Dat zijn altijd vrouwen. Ja, ik weet dat ik tegen hem zei, wauw, jij hebt mooie ogen. Toen zei hij, thanks, jij ook. En toen kreeg ik gewoon echt een kortsluiting in mijn hoofd. Want ik dacht van, ik heb gewoon bruine ogen. En zegt hij dit gewoon omdat hij iets terug moet zetten. Ja, terug moet zetten. Ja. Wat moest ik terugzetten dan? Nou, niet zo irritant doen. Die pak melk. Ja. Dus ja, hij heeft wel de eerste move gezet, maar qua flirtings was ik wel als eerste. En jij was een beetje awkward. Oké. En op een gegeven moment, eigenlijk vanaf die dag gingen wij gewoon, het was toen heel gezellig die avond. We hebben een beetje, ja, gewoon een beetje kinderachtig mensen lopen bellen met een piepstem. En voor de mensen die vonden ik al langer volgen, kunnen misschien wel herinneren dat ik dan... Geen bellen dat ik een tas geld had gevonden in de trein, maar dat was helemaal niet zo. Dus we gingen eigenlijk gewoon een beetje, kinderachtig bellen. En, true or dare. Kijk die hond daar buiten, echt grappig. Waar kijkt de hond? Oh, daar. Ja, waar kijken honden nou eigenlijk? Ja, dat doen Peanut en Brownie ook, want de hele tijd naar buiten kijken. Maar oké, waar een verhaal aan te vertellen. In ieder geval, dus toen hebben wij eigenlijk sinds die dag... Echt vaak afgesproken. Elke dag bijna. En toen zijn we echt vaak leuke dingen gaan doen. Niet per se gewoon dure dingen of zo, maar gewoon
gewoon afspreken. Dus ja, we hebben best wel, was ook in de zomer volgens mij. Was elke dag lekker weer. Dat scheelt ook, denk dat ook wel heeft meegespeeld. Dat het gewoon elke dag lekker weer was. En ik was ook aan het einde van mijn schoolperiode. Dus ik was wel echt toe aan ontspanning en aan chillen. Omdat ik eigenlijk die periode daarvoor alleen maar hard gewerkt heb. En hetzelfde geldt voor mij. Stoute dingen deed. En dat heeft eigenlijk niks mee te maken. Nee. Maar ik was in ieder geval bezig met school. En op een gegeven moment... Wat ook echt goed is dat we eerst gewoon beest. Echt... Welk beest? Noem je mij nou beest? Nee, op je arm. Op je schouder. Jij bent de beest. Maar we waren als eerst wel echt bevriend. En ik denk dat dat ook wel heel goed was voor onze relatie. En toen ging ik naar Amerika. En echt 1 of 2 weken van tevoren zei ik tegen Daf, ga je mee? En toen zei hij van, wow, het is wel echt een heel kort dag. En het was ook best wel snel dat we samen op vakantie gingen. Toen kenden we elkaar 4 maanden of zo. 4, 5 maandjes. Maar het was wel echt gezellig, man. En daarna zijn we ook... Besef dat onze eerste vakantie was gelijk in Amerika, Hollywood. En het was lijpduur daar, ja. Was wow, echt man. Dat is echt niet normaal. En ook tijdens dat we aan het chillen waren, gewoon als vrienden, gingen we ook huizen bezichtigen. Dat zagen we gewoon als planning. Dat was niet echt... Dat we dachten van, oké, we moeten echt een huis hebben. En op een gegeven moment zei een woning van, nou ja, jullie zijn gekozen voor de woning. En ik wist nog precies maar, dat Fina tegen mij zei. Maar kijk, nee, je vertelt het niet dat mensen zeg maar begrijpen. Want waarom keken we opeens naar huizen? We wouden, zeg maar, ik zelf, toen wij eigenlijk terugkwamen uit Amerika, was ik al op zoek naar een eigen woning. En Fornica zei toen van, ja, ik zoek ook een eigen woning. Maar omdat wij, ja, we vonden elkaar natuurlijk al leuk. En we hadden natuurlijk al een paar vieze dingetjes met elkaar gedaan. Maar om op zo'n korte tijd, zeg maar, samen te gaan, was het een beetje, ja, een beetje te snel, dachten we. En toen zei hij tegen mij, misschien kunnen we gewoon beter huisgenoten worden. Ja, misschien kunnen we beter huisgenootjes worden. En dan doen we het samen, dan besparen we de kosten, maar... Wij gingen toen huizen bezichtigen en we belanden gewoon in 1 bed natuurlijk. Yeah. Dus sindsdien wonen wij eigenlijk samen en zitten wij nu op ons bijna 4e huis, toch? Ja, yeah, wow. De 4e huis bijna. We zijn trouwens huizen aan het bezichtigen. Ik weet ook nog een keer toen we, toen waren we 3 maanden ongeveer bevriend. We waren 3 jaar. We waren iets van 3 maandjes bevriend en toen gingen we langs zijn moeder. En toen, ik wist nog precies dat je tegen mij zei, je moet niet denken dat we nu gelijk een relatie hebben hoor, omdat je mijn moeder gezien hebt. Ja. Maar je weet toch, als vrouw zijnde is het gewoon een heel ding om je crush, je flow, dus de moeder te ontmoeten. En ik voelde me al gewoon helemaal wifey en toen zei die gewoon bam, als een baksteen tegen mijn gezicht aan, je moet niet denken dat we nu een relatie hebben hoor. Dat was wel gemeen eigenlijk. Ja, je bent soms wel gemeen geweest hoor, maar ook heel lief. Ach ja, allebei. Van allebei een beetje is goed, toch? Oké, wat is het gemeenste wat ik tegen je heb gezegd dan? Dat je me geen massage meer gaat geven. Jongens, nee, ik geef Davio elke dag een voetmassage, hè? Welke wifi doet dat? Elke dag een voetmassage. Nou, elke dag. Nou, oké, 4 of 5 keer in de week. Ja, oké, dat is wel veel. Daar mag ik niet mee klagen, eigenlijk. Ja. En als ik het dan niet doe, dan hoor ik dat ik het niet doe. Maar als ik het wel doe, dan hoor ik het maar 1 keer van wauw, je bent goed. Dan hoef ik ook niet te zeggen dat je het wel doet, toch? Als je het niet doet, moet ik zeggen dat je het niet hebt gedaan. Maar als je het wel doet, hoef ik niet te zeggen dat je het wel hebt gedaan. Jawel, je moet zeggen, het was echt geweldig. En volgende keer wil ik nog zo'n geweldig. Dat zeg ik niet. Ja, als ik bezig ben, dan zeg je van, oh ja, lekker. Nou, dat was dus eigenlijk onze, we zijn echt van hak op de tak, van links, rechts, omhoog, beneden, middenpunt, rechts, punt, rechts, middenpunt. Alle kanten zijn we opgegaan. En, dat was wel een rollercoaster, ja. En, wat me ook opviel, vanaf eigenlijk, toen wij op onszelf gingen wonen, een paar maanden later kwam corona eigenlijk al, hè. Ja, dat was bij ons eerste huis al, hè. Ja. En toen was het een beetje aan het borrelen. December. Toen voelde iedereen nog grappig. Haha, corona. Toen was er nog lachen. En toen kwam de wc-papier. En toen viel eigenlijk alles plat. En toen dachten we even, wow, en nu dan? Want het was iedere keer lachen. En dat is ook het tip wat ik wil meegeven. Als je op jezelf gaat wonen, zorg dat je altijd een spaarpotje hebt. Dat als er boetes binnenkomen... Dat je het gewoon zonder hoofdpijn kan betalen. Ja, dat je gewoon een...
mochten boetes binnenkomen dat je niet, ja tuurlijk, samen of gewoon op jezelf wonen is sowieso altijd een grote verantwoordelijkheid, maar dat je wel gewoon zorgt dat je, ja, dat je gewoon een spaarpotje hebt, zodat je, als er wat is, dat je altijd daarna kan grijpen en niet dat je in een lege trommel zit te graven, want daar heb je niks aan. Nee, maar in een trommel doe je toch ook geen geld? Nee. In een schoenendoos. Ja, of in een lege schoenendoos heb je niet. Ja, en nu zijn we bijna al 3 jaar verder. Wat ik ook heel grappig vind is dat de eerste video's die we samen hadden gemaakt, waren er echt alleen maar comments met, ja, je moet niet denken dat hij bij je blijft. En jullie gaan het sowieso niet lang volhouden. En we zitten nu al bijna op een 3-jarige relatie. Dus wow. Even een applaus voor ons. Woo! Die buren kijken echt naar beneden van. Ik hoop dat ze snel weggaan. Ja. Nou ja, dit was onze storytime. Oh, wat vonden jullie ervan? Laat een comment achter, down below. En als jullie nog een storytime willen of jullie iets van ons weten, zet het in de comments. In de comments. In de commande. In de comments. Dat was dat. In de koende. En het is nu hartstikke lekker weer. Ja, dus wij gaan er vandoor. En we zien jullie de volgende keer maar weer. Koekapeer. En willen jullie wat leuk zien of hebben jullie leuke ideetjes? Laat het ook weten in de comments. Zodat wij de volgende keer... Waarom praat ze domheen? Potverdomme. Dat wij de volgende keer ook iets superleuks kunnen opnemen. Want soms zijn we een beetje inspiratieloos. Dus help ons een beetje. En de video's gehackt op Instagram. Dus als jullie dickpics krijgen, dan blokkeer hem. Nee, hij is wel echt geblokkeerd, jongens. Dus, Zet. Kan jij nu even mijn gezicht in beeld zetten met een zielig liedje? Ja. Is er toevallig een hacker die kijkt en die een hacker kan hacken? Alsjeblieft. Help ik hem. Ben nu in onderhandeling met mijn hacker, maar hij gunt het me gewoon niet. Hij wil mijn account niet teruggeven, hij wil er geld voor. Dat ga ik natuurlijk niet geven. Ik heb ook geen geld, dus dan kan ik het moeilijk geven. 2000 euro toch? Ja, 2 doezelwaldi. En ik heb hem nu verlaagd naar 50 euro, maar als ik die overmaak, gaat hij mijn account echt niet geven. Dus nee. Als er een hacker is die kijkt, help me. En hack the hacker. Hack the hacker. Hashtag hack the hacker. So, wow. Hey, hashtag help the hacker. Nee, hack the hacker. Hashtag hack the hacker. Nou, we gaan er vandoor. Volg ons ook op TikTok, Von en Daf. Die is nog niet gehackt. Nee. Okay, je Snapchat is ook niet gehackt. En volg me ook op mijn 06 nummer. Dat is 06. Piep. Oké, doei. Doei.